Er was een man en die denkt, ik ga een grapje uithalen met 10 vooraanstaande mannen in de stad. En die stuurde die 10 vooraanstaande mannen de avond van tevoren alle 10 een telegram. In die tijd bestond dat nog. En met als mededeling vlucht, want alles is ontdekt. Geintje. De volgende ochtend waren ze alle 10 vertrokken. Nou, als voorbeeld. Oftewel, elk mens leeft zo met zijn of haar geheimen. Nou, daar ging natuurlijk die tekst over. Een preek zonder humor is geen geslaagde preek. Humor in de preek is alles wat ertoe leidt dat mensen een glimlach op het gezicht krijgen. Zelfspot, grapje over iets in de thuissituatie, ironie. En niet in de sfeer van zo'n goeie hebben we nog niet gehad. En het is ook niet zo dat een dominee per definitie moppen moet gaan tappen, omdat anders zijn dienst niet geslaagd is. Maar het wortelt voor mij in het woord, in de letterlijke betekenis van het woord evangelie. Ja. Het is voor mij geen truc. Het is voor mij essentieel dat mensen van een preek opknappen en er niet van afknappen en dat ze met een glimlach de kerk weer uitlopen. Maar ik bouw heel bewust dat aspect van humor wel in de preek in. Het is niet zo dat ik, als er geen grap in de preek zit, dat ik wanhopig tot zaterdagavond laat nog naar die grap ga zoeken. Ik bedoel, zo is het nou ook nog weer niet. Maar hij komt bij mij eigenlijk automatisch wel. Als ik het van tevoren ga bedenken, dan wordt het niet wat. Maar ik begin aan die preek en binnen de derde linia denk ik, oh, dit is wel grappig. Het is wel goed, denk ik, om wat te relativeren. En jezelf ook wat te relativeren. En soms de zwaarte van de woorden wat te relativeren. En je bestaan een beetje te relativeren. En zeker het wereldse gebeuren een beetje te relativeren.